Overal waar je gaat, ga je met me mee. Een leven lang op pad, met Feyenoord 1-0-lee. La 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 la, la 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 la. Hey, ja, vrienden in Rotterdam. Ja, maar ook voetballiefhebbers, let op. Ik ga een voorspelling doen, vrienden. Ja, en die heeft natuurlijk te maken met Feyenoord. Ja, want die Rotterdammers en Feyenoorders, die zijn altijd heel erg gefrustreerd geweest over het feit dat er maar altijd weinig spelers in het Nederlands elftal staan. Nou, vrienden, daar gaat verandering in komen. Ja, 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 ja. Wat is er namelijk? Wat heb ik gedaan? Ik heb dus een soort cocktail shaker in mijn hoofd gedaan. En die heb ik eens een beetje mijn lopen schudden. En daar heb ik 3 dingetjes in gegooid. Ik hoor wel eens wat in wandelgangen. Soms loop ik daar doorheen en dan vang ik wel eens wat op. Dat heb ik in die shaker gegooid. Dan heb ik gewoon het gevoel aan mijn water. Dat, wat we allemaal hebben. Je voelt wel eens wat in je water. Die heb ik erbij gegooid. En een beetje kijk op voetbal. Die heb ik ook in die shaker gegooid. En hup, hup, hup. Shake, shake, shake. En toen was het helemaal helder in mijn hoofd. En hier komt mijn voorspelling, vrienden. Schrijf hem op. Zeg niet, dat heb je nooit gezegd. Vandaag, 26 februari. Ja, 2023. Ik ga deze video herhalen straks, hè. Ja, voorspel ik dat Geertruida ineens nu, dankzij ook Arne Slot, een rots in de branding is geworden. En Wiever, die daar gewoon loopt te tikken op het middenveld, 3 hoekjes loopt te maken. En alsof hij daar al jaren is. Die 2, die gaan geselecteerd worden voor het Nederlands elftal. Ja, let maar op. Ik ken die Koeman en dat gaat hij zeker doen. Geertruida, ja, en Wiever in het Nederlands elftal, vrienden. Noteer hem en zo gaat het gebeuren. Ja, overal waar je gaat, ga je met me mee. Een leven lang op pad met Feyenoord en Olé.